Ik wil over het algemeen best wel als een wat emotioneler zijn in het leven. Ja. Dag mensen, what up? What up mensen, superleuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video. Mijn naam is Calvin, dat weet jij. Mijn naam is niet Calvin. Mensen denken dat, het is niet waar. Maar voor jou vandaag wel, hier ben ik even Calvin. Nah. Oké, de situatie is als volgt. Ik ben een jongeman en vroeger huilde ik echt vet vaak. Maar echt vet vaak. Ik was gewoon de huilenbalk. Ik was de jongste van drie broers. Ik heb twee broers, maar wij waren dan met z'n drie. Je snapt het. Ik was de jongste en ik was degene die het vaakste huilde. Ik was het meest emotioneel. Ik vond het moeilijk om over mijn gevoelens te praten. En op een of andere manier is dat over de afgelopen jaren best wel omgeswitcht. Zo van, nu is het allemaal cool en huil ik eigenlijk bijna nooit meer. Ik vind het juist wel lekker om te huilen, serieus. Ik vind het echt fijn, want het is een verificatie van het feit dat ik gewoon emoties heb. Ik vind het letterlijk chill om soms te huilen. Soms, als ik echt zielige muziek luister en ik zit even op zo'n punt, dan vind ik het fucking lekker om gewoon even een traantje te laten. Daar hou ik van. Dit is raar, man. Maar ik zou dus over het algemeen wel iets emotioneler betrokken willen zijn met mezelf of met andere mensen om me heen. Maar op een of andere manier zit dat niet echt in me meer of zo. En dat vind ik soms een beetje jammer. Maar op zich is het soms ook wel handig, want dan ben je niet de hele tijd zielig. Zonder al te veel gezeik heb ik iets bedacht. Nou, ik heb iets gezien bij andere YouTubers. Ik dacht, laat ik het ook proberen. Het heet de Try Not To Cry Challenge. Ik heb allemaal video's en weet ik veel wat die je aan het huilen moeten maken. En ik hoop dat het lukt. En als het niet lukt, nou ja. Ik vind het serieus jammer. Ik heb ook nog nooit bij een film gehuild. Echt nooit. 12 Years a Slave was ik redelijk op het randje. Maar dat vond ik gewoon zielig. Maar ik heb niet gehuild. Ik wil dat zo graag een keer. Het lijkt me echt mooi om zo meegenomen te worden in een film of in een serie. Bij mij houdt het op bij kippenvel. Ik kijk wel eens series. En dan zie ik season finales. En dan krijg ik echt overal kippenvel. En dan weet ik, oh ja. En ik heb soms muziek waar ik naar luister. En dan hoor ik het. En dan hoor ik de tekst. En dan is het helemaal fucking goosebumps en shit. Maar ik huil nooit. Maar daar wil ik vandaag verandering in brengen. Tijd om te huilen. Ik ga jullie ook de video's laten zien. Misschien dat jullie wel ook gaan huilen. Try Not To Cry Challenge, nummer 6. Warning, this will make you cry. Wat? Ik vind het ook wel fijn, ik vind het wel fijn dat ze me even van tevoren waarschuwen van, yo, hierdoor ga je huilen. Ik ben benieuwd. Ik ga het geluid even heel hard zetten. Ik ga me echt even focussen, mensen. Ik ga het echt proberen. Daar gaan we. Geld. Money. Een radio. Hij heeft geen been. Wow. Ik vind het echt zo kut. Als in, deze man heeft hier gewoon betaald voor gekregen. Dit is gewoon een acteur zonder been. Of misschien is het wel echt dakloos. What the fuck? Wat was dat, man? Ik ga gewoon even skippen, want deze video duurt 7 minuten. Nou, hier wordt hij even in elkaar getrapt. En zijn been wordt kapot gereden. Dit is wel echt zielig. Echt zielig. Maar tranen, waar zijn jullie? Tears, where are you, man? I wanna cry, man. Wat doen ze? What the fuck? Waarom doe je handboeien? Oké, hij zit in een gevangenis. Oké. Als dit is wat ik voor de rest van de video ga zien, dan gaat het echt fout. Dan ga ik meer lachen dan het huilen. Over het algemeen was ik niet heel erg te spreken over deze video. Al ben ik... Oh. Hoe kan dit? What the fuck? Try Not To Cry Challenge. Animal Respect Compilation. Het staat gewoon funny in de intro. Hallo, deze video is heel zielig. Gemaakt door Funny Productions. Ik vind dit best wel een kans hebben. Alleen als dit 13 minuten doorgaat, dan vind ik mezelf heel zielig. Ja, oké. Er is nog een deel in deze video. Die dude aan de achterkant gaat ook gewoon mee. Daar zit niet eens zijn longen. Gewoon op zijn achter. Oké, ik mag geen grapjes maken hierover. Serieus, het is serieus best echt wel zielig. Come on, man! Live, man! Live! Waarom stop, what the fuck? Nee! Oh, fuck, ze hadden me echt bijna. Ze hadden me echt bijna. Ik dacht, oké, die hond gaat nu leven en opstaan. En dan zie je dit.
Dit is de slechtste montage ooit. Echt. Waarom zou je eerst een scène hebben waarin een hond wordt gereanimeerd en hij gaat weer leven en daarna dit? Een hond met twee benen. Een hond met twee voeten. Ja, dit kan je toch niet zielig vinden? Deze hond is echt helemaal in zijn nopjes. What? Hij loopt gewoon op twee benen! Dit is echt prachtig. Oké, die gaat sterven. Dat lijkt me vrij duidelijk. Wel goed gefilmd gelukkig. Echt heel goed gefilmd. Die leeuw rent niet eens op zijn hardst. Hè? Hè? Dit is raar. Dat kalfje is gewoon headbombs aan het geven aan hem. Van, yo, doe iets. Vermoord me of zo. Wat is de bedoeling? Ik snap het niet. Zo werkt het volgens mij niet. Je hebt mijn hele familie uitvermoord. En nu sta je voor me en je doet niks. Wow. Oh, die andere leeuw pakt hem wel. Ik vind deze best wel kut. Big YouTubers crying. Emotional. Yo, maar je weet zeg maar dat de Kardashians gewoon allemaal gescript is. Dus ik kan dit gewoon niet zielig vinden. Ja, sorry hoor. Als er iets is waar ik gewoon niet emotioneel nog raak word, zijn het YouTubers die klagen. Zo van, oké, we zijn allemaal mensen en we hebben allemaal problemen. En ja, er komt misschien een dag waarop ik hier ga zitten en ga huilen over dat ik in de problemen zit. En dan vind ik het fijn dat jullie daarnaar luisteren. Maar over het algemeen valt het er allemaal mee. Dus ja. Sorry dat ik zo'n harteloze dude ben. Het spijt me echt. 5 YouTube videos that will make you cry. Nou, laat me zien dan. There are some videos on the internet that shape our personalities and stay in our memories for the rest of our lives. Some of these videos are funny or inspiring, and some also make you very emotional. Now, here are 5 YouTube videos that will make you cry. Okay. The Syndicate Project is a huge YouTuber who passed 10 million subscribers recently. With Syndicate's success, he has worked with many ill children with the Make-A-Wish Foundation. Unfortunately, one of the children Tom was working with lost his battle with cancer, and in one of Tom's new vlogs, he breaks down as he explains his time he had with Alec, who is the child who died. I'm all emotional and upset right now because I just did a video for Alec and his family because, if you guys remember, I did a Make-A-Wish when I went to E3 2016 and I had the pleasure of going out there with Xbox and they organised me doing a Make-A-Wish. And the Make-A-Wish was to go and hang out with Alec for a day. He could choose to do anything he wanted in the world, like absolutely anything. He could have gone to the world, he could have gone here, he could have done that. But instead, Alec, who was fighting a battle with cancer, chose to spend his day with me. So the next day, organizers going on a helicopter. Really, dude? Ik probeer te huilen hier. Er komt even zeg maar een heel schip langs. But if you guys saw in the vlog, I took his dad and me and Alec up in a helicopter. We flew all around Los Angeles and checked it all out from above. And he absolutely loved it and he absolutely enjoyed it. You know, he was telling me about like when we went for dinner, this drink that he has to drink, which is like beetroots and carrots and ginger. And you guys showed him so much support. Like, you guys. Really? Thank you. Alec lost his battle with cancer 3 days ago, and everyone, like his close friends, were messaging me, telling me, and his parents messaged me, and everyone was asking why I wasn't talking about it, and out of respect for the family, I didn't want to, and they gave me permission to be able to let you guys know that, unfortunately, he did lose his battle, and now he's in a better place, because he really wasn't in a good spot, so. To anyone else who's out there going through any troubles like this, you know, just stay strong, be close with your family and everything like that, and
Snap je wat ik bedoel? Dit is echt zielig. Het is echt fucking zielig. Het is echt niet normaal. Maar op een of andere manier, I don't know. I haven't felt the feeling yet. Het is echt zielig. Het is echt fucking sneu. Maar het lukt gewoon niet. Ik huil gewoon niet. What up? What up, world? En laat sowieso in de reacties weten of jij wel hebt gehuild toen je dit zag. Want dan is er gewoon iets mis met me ofzo. Ik vind het echt jammer. Ik vind het serieus jammer. Weet je wat het gewoon is? Ik heb in mijn leven gewoon nauwelijks situaties meegemaakt die echt heel kut waren. En dat komt misschien omdat ik best wel vanuit een andere hout gesneden ben ofzo. Maar over het algemeen ben ik niet echt super emotioneel. En kan niet echt een geliefde bedenken die heel dicht bij me staat, die bijvoorbeeld is overleden. Dat is gewoon nauwelijks gebeurd. Dus En begrijp me niet verkeerd, ik ben echt blij, hè. Ik ben blij dat ik nog niet veel shit heb meegemaakt. En ik voel me gewoon fortunate. Ik ben gewoon echt dankbaar voor die shit. Maar tegelijkertijd, ja, ik heb het geprobeerd. Ik heb geprobeerd te huilen. Mensen, bedankt voor het kijken naar deze video. Ik heb geprobeerd om te huilen. Het is niet gelukt. Sorry. Sorry. Mocht jij nou wel gehuild hebben op een of andere manier, laat het dan in de reacties weten. Ik ben de volgende keer gewoon weer. Abonneer op mijn kanaal. Ik hou van jullie. Daaaaaah!